Hi, Aldo. Open to the rock. Hallootjes. Aldo, dit is Eddie, vriend. Lekkere locatie, Roy. Tof van Aldo dat je hier kan zitten. Precies. Daarom gaat Eddie je helpen. Hij kan alles, dus ik denk dat is Aldo mooi uit de brand. Uit de brand? Ja, ik moet binnenkort een poos op zakenreis. Intussen zit jij alleen voor je tweede krijg je weer last van die angsten. Eddie kan je helpen op Gabriel passen en je hebt meteen iemand die de boel hier is echt schoonhoudt. Fijne plek hoor, maar verwaarloosd. Dat zie je zo. Heb je het er al gezegd? Roy, ik weet niet. Jitter, het is oké, mevrouw van Borselen. Aldo heeft u niet meer nodig. Roy, niet doen. Wel, ja joh, het is goed zo. Ze heeft lang genoeg op je zak geteerd, ze werkt op je zenuwen en van huis houden kansen. Niet, je zei het zelf. Nee, mevrouw Borselen, dat is helemaal niet waar. Ik begrijp het, Aldo. Jongst van allemaal. Hij heeft het nooit gezegd dat ik het niet kan huishouden. Ik werk al mijn hele leven. Aldo is veel te slap en daar heeft u gebruik van gemaakt, maar dat is nou over. Dat wil ik dan graag van Aldo horen, niet van jou. Sorry. Wind je niet op, wijven. Er is een tijd van komen en van gaan, weet je wel. Jullie moeten ophouden. Ik wil niet dat je mevrouw van Borselen beledigt. Kom maar, Aldo. Het zal een best mens wezen, maar ze is niet eens gezond. Ze valt zo van de voeten. Vandaag morgen blijft ze liggen, zit jij met de rommel. Van de voeten? Die duizeling bedoel je, hè? Die je kreeg toen jij hier half naakt zat met. Weet jij waarom ik die duizeling kreeg? Aldo, wij gaan. Gabriel's pyjama zit in zijn rugzakje. Ze verwacht hem bij de molenbroek zo voor een half uur. Tot morgen. Zo. Kleine man. Ga je logeren? Aldo. Hij wil me kwijt. Niet omdat ik niks kan. Onzin, dat weet je. Maar omdat ik hem doorheb. Ik ga niet zeggen wat ik van je denk. Niet wat een kind bij is. Het wezen. Groeten aan Almere. Ja, en fijne feestdagen. Aldo, ik waarschuw je. Het deugt niet. Opleuren! Overbodige oude fiets! Niks kunnen! God, Roy, hoe kan je? Ja, wat? Ja, met moest even. Dan vooruit, haal het terug. Ja, nee, wat is zo. Eddie, aan de slag. Ja. Je wilde versnelde actie, Roy. Eens kijken. Waar staat de allesreiniger? Eddie, trip erop als hij zich verdienstelijk kan maken, hè? Ja, dat komt. Ik heb een hartstikke ongelukkige jeugd gehad, joh. Gebroken huwelijk. En slagen. Altijd slagen. En daarna al die tehuizen. Nergens een vaderfiguur. Helemaal stuurloos. Daarom heb ik hartstikke veel liefde nodig. En zo. Anders gaat het mis. Moet je ze kont zien. Ja, maar of ik hem nou meteen hier wil alles hebben. Alles wat je wil hoor, alles. Ja, ik heb toch liever dat hij weer gaat. Ik reageer als een nuffige oude nicht al. Dat is een echt storm en ook ondankbaar. Ik kom met Eddie aanzetten als kerstpakket bij wijze van spreken. Denk aan jou, de feestdagen, altijd een beetje een rottijd. Zo'n kutperiode. Je moet gewoon alles doen om niet down te raken. Ik ga gaan. Ja, nee. Dat is wel. Jij durft natuurlijk helemaal de straat niet meer op. Ik bedoel, na die rellen van zondag op het Museumplein. Het was zelfs in Duitsland op de televisie. Nou, die Marokkaanse jongeren, de politie geeft het nou toe, hè. Ze hebben geen greep meer op. Een keiharde kern, hartstikke crimineel. Terreur, hoor. Keiharde terreur. Nergens op aan te spreken. We gaan doden vallen. Maar ze gaan het nu toch aanpakken? Dat stond in het parool. Oh? Nou, ik lees nooit geen krant. Maar hoe kan dat dan? Ze zijn toch zelf hartstikke bang voor ze? Nee, er wordt niks volgens mij. Jezus. Wat is er?